13. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun. We gaan even kijken. Niet vergeten, dames en heren, dat als je bent geboren op 14 maart, je gaat april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december, januari, februari, oké? Maart is je verjaardag. Dus in de center, en voor iedereen, het effect, de cycle van alles dat gebeurt, effect iedereen. Dus dames en heren, vergeet dat niet. De centraal van je lezen is dat there was some sort of a collaboration waar mensen collaborate, vrienden en collaborate tegen u. You were victorious and successful over vrienden, dat heb je tegen gewerkt. En ik zie direct, kom keihard op, on een stiermaak of Steinbock person. Now, voor heel veel van jullie, direct kom op on een stierperson. Voor heel veel van jullie, direct kom op on een Steinbock person. Now, deze twee mensen kunnen best wel in de legalities of een overheid, institutie, organisatie, ambtenaar, dat soort van dingen. Maar de rector heeft gerealiseerd some sort of a false claim tussen twee. Het is zoiets als notaris en dat soort van ding. Mensen is wel van op de hoogte some sort of oneerlijk spelletje dat ze heeft gecreëerd, oké? En de rector is hier. De rector komt op aan een stierman en aan een Steinbock person. Deze twee mensen zijn vrienden, is some sort of a vrienden situatie waar ze hadden collaboreerd samen. En you were successful over deze vrienden en deze mensen, omdat nou recognize de rector of mensen in de overheid of in de markt, hoe twee mensen heeft creëerd heel veel issue. Some sort of a situatie met rice document falsification, copy, creëer rice document voor mensen, dat soort van situatie, en hoe ze komen aan extra geld. De rector staan hier op en breng een eind voor een stiermaak of Steinbock person of een Steinbock vrienden. En deze zijn mensen op de workfloor, dus als je werkt bij de overheid, institutie, organisatie, ik zie dat dit gebeurt. Dus wat we zien is dat jullie hebben wat je hebt nodig om te creëren nieuw stability in je world. Heel veel van jullie gaat vooruit gaan in het leven. Some sort of a new start komt best wel op. En ik zie some sort of a beslissing dat sommige van jullie krijgen some sort of informatie en beslissing over a cycle word over. Dus ik zie heel veel van jullie gaat beslissen te werken voor jezelf en dat wordt zeer goed. Heel veel van jullie gaat beslissen om te werken voor jezelf. Some sort of a geheim op de workfloor of mensen dat zit je tegen te werken komt even uit. Mensen recognize some sort of a network. You were victoriously successfully overcome a young Ram Leo Boatscott person that have created heel veel illusie van de energie. Van de magie is illusie. Nou, de rector is nou van op de hoogte. En kom op deze Ram Leo Boatscott person. Ik zie de rector geef geen support. De rector kom keihard op deze Ram Leo Boatscott person. De rector is nou van op de hoogte wat deze person heeft gedaan. Dan de centrale energie is de energie van de zon, dames en heren. En dat is best wel goed. Omdat de zon verschijnt informatie over een groep van mensen dat creëer geld in false manier. En het is nou even boven water. Ik zie heel veel van jullie dat had some sort of onttrekken, imbalance van je materialistic stabiel. En mensen dat hebben je informatie, je data verkocht of dat soort van ding. No balance komt in. Ik zie een groep vrienden probeer een situatie te genezen en hoop voor some sort of a new start. Ik zie dat een vriend ga je even opbellen en hoop voor some sort of a new start. Ik zie dat dit gaat niet gebeuren omdat sommige van jullie gaat zeggen nee.
Dat hoeft niet, ik ben niet thuis en je hoeft niet langs te komen. Het cycle is nu over en heel veel van jullie gaat vooruit gaan, maar je zit om na te denken, welke richting moet ik het naar op? Heel veel van jullie, ik ken de eind van je huwelijken en je bent nu aan het nadenken, welke richting moet ik op in mijn leven? Dus we gaan even kijken, de mensen, dat is geboren 8 maart, gefaciliteerd, is International Vrouwendag. Koop even een roos voor jezelf, en dit is best wel goed. Mannen, niet vergeten dat het is Vrouwendag, dus je moet echt voor je secretaris of je vrouw even een bloemen of zo, of even uit gaan eten, iets bestellen s'avonds. Dat een vrouw hoeft niet te koken, oké? Dus, mensen dat is geboren, 8. Ik vind dat jullie zijn zo lief. Jullie hebben zoveel liefde. Ik was gezegend met iemand die is 8 maart geboren. En dat persoon, ik heb zoveel respect voor dat persoon. Omdat dat persoon was mijn mentor, oké? En het was een goed vrouw. Oké, dus gefaciliteerd naar alle vrouwen. Dat is geboren 8 maart. Hier, je hebt alles in je hand. En sommige van jullie is op zoek naar werk. Maar niks is binnengekomen. En de universe gaat voor jezelf starten. Je hebt heel veel ideeën. Heel veel help. Ga voor jezelf starten. Blijf niet meer langer wachten. Ga voor jezelf starten. En ik zie dat heel veel van jullie ga voor jezelf starten. En je gaat vooruit gaan. Omdat mensen gaat even recognize dat je bent echt op een goede pad. En help komt binnen. En je gaat even zien als je kiest voor te gaan werken voor jezelf. Dat je gaat voluit vooruit gaan. Zie je? Je kijkt in de richting van in de toekomst en niet achteruit. Dus dit is best wel goed. Dus mensen die zitten na te denken om voor zichzelf te gaan starten. Ja, ga daarvoor. Omdat je krijgt hulp en je krijgt steun om in de toekomst een beter financial stability voor jezelf. Dus dit is best wel goed. Voor de rest van jullie, ik zie dat sommige van jullie gaat even werken om some sort of relatie met een kind. Dat is een Ramli of een boodschotter. En je recognize dat deze kind heeft hulp nodig en je gaat even help gaan zoeken voor deze persoon. Je recognize dat deze persoon heeft steun nodig of help nodig van jou en je gaat even proberen. Sommige van jullie gaat behind up de samenwerking tussen u en een Ramli of een boodschotter, omdat je recognize dat de samenwerking gaat niet goed en je gaat achteruit steppen. En laat het even, als je bent in een relatie met een Ramli of een boodschotter persoon, je beëindigt de relatie, omdat je recognize dat de relatie, het is niet te redden. En je gaat even accepteren, deze relatie is niet te redden. Laat mij het even onder mijn voet gooien en vooruit gaan met mijn leven, oké? Dus ik zie dat het is een beslissing wat je gaat even beslissen. Ik zie dat je krijgt some sort of a news from a Ramli of boodschotter person. Dat wil samen met jou overweg gaan. Die heb je help nodig en wil samen met jou overweg gaan. En ik zie dat je gaat even goed hierover nadenken als dat is wat je wil. Okay? Voor de rest is een goed jaar. Het is een jaar van nieuwe start. Het is een jaar van jullie gaat even recognize, hey, ik heb echt heel veel ideeën, creatieve ideeën en dat soort van dingen. Ik ga het gebruiken om een nieuwe start voor mezelf. En heel veel van jullie, als je begint, je gaat even zien dat mensen gaan je helpen in de juiste richting te sturen. Okay? Dat is een positief jaar. En de jaar met de magie is altijd zeer positief. Dus daarmee je wensen en droom komen in vervulling. Okay? En ik zie een beetje jaloezie, waar je overkomt de situatie waar mensen hebben zoveel chaos gecreëerd. En nu, je bent out of the chaos, omdat mensen is van op de hoogte, some sort of an oneerlijk spelletje dat was creëerd. En je winst en je droom komen in vervulling. Het is niet echt een year voor
I came to gaan kweken, dat ga je niet lukken. Oké, het is geen jaar van nieuwe liefde ook niet. Dat ga je niet lukken. Problemen met kinderen komen op in dit jaar, maar voor de rest ben je gelukkig. Je hebt de energie van de 9 van Bochel en dat is best wel goed. Dus dit is een krachtige jaar voor jullie. Geluk in je leven komt terug omdat je maakt een beslissing een relatie mee door te gaan in. You're behind some sort of an issue where you recognize that the kind that you sit to help her, it look neat, you're behind up ogen. Dus you kiss for yourself, zeg maar zo. Oké? We gaan even kijken de mensen dat is geboren. 9 maart. En dat is zo goed. Mensen dat is geboren 9 maart. Je hebt some sort of a geheim dat even boven water komen. Maar de geheim heb jij geluk gebracht en goed nieuws kom in this year. Dus daar waren mensen dat zit some sort of a geheim tegen jou te houden. En de geheim is nou boven water gekomen. En dat ga je geluk brengen in this year. Dus dit is krachtig. De 9 van Bochel is dat je gaat goed voelen in this year. Positief nieuws komt naar je toe. Vanwege some sort of a geheim dat mensen had some sort of a geheim tegen jou. Is nou boven water gekomen. En je wordt victorious and successful. Je hebt deze energie als de laatste energie. Deze energie is goed nieuws. Is op weg naar jou naartoe. Omdat mensen kom achter some sort of a geheim speling. Dat was on the hand. En some sort of a goed nieuws kom naar je toe. En mensen gaat even recognize. Dat mensen hadden heel veel geheim gehouden tegen ze. Het is nou out. Maar dat geheim geeft u geluk en goed nieuws. Kom in this year. Het is een krachtige jaar voor jullie. Je krijgt de moon, de intuition. Luister naar je intuition, dames en heren. Luister naar je intuition. Maakt niet uit wat mensen zitten tegen jou om te zeggen. Luister naar je eigen intuition. Omdat je eigen intuition, als je luistert naar je eigen intuition, je wordt victorious and successful. Maar je winst en je droom wordt in vervullen. En dit is zeer, zeer krachtig voor jullie. Want goede nieuws komt. Op de eind van whatever the geheim that mensen have taken jou gehouden is now even bloot. En dat geeft je winsten en je droom. Okay. Dus a positive alignment of energy for jullie. Wat wij ook zien is dat mensen have some sort of a geheim, taken your work of your work geblokkeerd. Some sort of a geheim door your work. Sommige van jullie laat even some sort of a geheim dat was aan het hand. Waar mensen zat je teken te werken. Okay. Op de workfloor of taking your work to werken. It comes now out. Dus sommige van jullie is mensen op de workfloor. Sommige van jullie is mensen dat was jaloos over wat je heeft. And this geheim that had gehouden is now out. And mensen is now van op de hoogte. Some sort of a informatie that was taken u gehouden. Sommige van jullie have some sort of a problem met legalities or some sort of a ontrek situatie. It word gebalanceer. Mensen have data informatie te laten zien that there was some sort of a oneerlijke informatie dat was doorgegeven en nou mensen zitten informatie te bekijken en bring een situatie te balance. Dus heel veel van jullie kom terug waar je recognize dat mensen het samen gewerken en een geheim tegen u gehouden en nou de waarheid is nou boven water. Okay? Some sort of a jealousy was at an. Heel veel mensen have created some sort of a jealousy around you. And now, mensen is nou van op de hoogte dat de mensen heeft niet eerlijk, eerlijk oprecht gesproken over een situatie. En mensen recognize dat is door jealousy. Okay? Sommige van jullie, je overkomt this jealousy en je krijgt some sort of a new start omdat je hebt de energie.
in de centraal dat je geluk komt terug in een zeer positieve manier. Jullie hebben 18, dat is 9, 9 van de bochel op geluk en goed nieuws. Dus jullie hebben 9, 9, 6 en 18. Oké? Okay? We gaan even verder voor de mensen. Dat is geboren 10 maart. Dit is een goed jaar voor jullie. This year krijg je geluk terug. Je wordt succesvol overkomen. A Ram Leo of boodschap person. De rechte komt op deze person. De rechte is hier. En jullie vismensen worden gelukkig. En je komt uit of een situatie omdat de rechte geeft jullie geluk. Oké, okay? Dus jullie mensen had some sort of an issue. Oké, okay? Jullie mensen had some sort of an issue met een jong Ram Leo voor boodschappen person. En de rector geeft u de voordeel. Oké, okay? De rector geeft u de voordeel. Omdat je hebt de energie van de negen van bochel. Dus de rector gaat voor jullie kiezen. Oké, okay? Dus je krijgt some sort of a break dat de rector heeft voor jullie gekozen. Van wekens dat ze komen achter dat deze jong Ram Leo boodschappenpersoon is niet eerlijk en oprecht. Oké. Okay? Dan voor sommige van jullie is een kind dat je had some sort of problemen met. En de rechter gaat voor jou als een moeder of een oude persoon gaan kiezen. Omdat die recognize dat deze Ram Leo boodschappenpersoon was zeer, zeer deceptive. Oké. Okay? Some sort of a balance komt tussen u en dat person. Omdat ze recognize dat die person have niet eerlijk gespeeld. Oké. Okay? De rechter komt op aan een groep van mensen. Dat heb je teken gewerkt ook. Some sort of an oneerlijk spelletje. Waar de rechter heeft recognize dat een groep van mensen heb je collaboreer en teken u gewerkt. En so it says the balance come in, the Lord of Korma, come binnen and balanceer out an orbe situatie waar mensen heb je teken gewerkt en heb je helemaal willen kapot maken en mensen is dan van op de hoogte, de unfair spelletje van deze mensen, er is geen liefde, de rechter gaat keihard op ze komen. Geld wordt teruggegeven aan jou, omdat ze recognize dat een zeer man heeft heel veel geld van jou genomen aan de valse genoten uit, omdat deze man probeert jullie uit te halen van heel veel geld. Direct recognize dat je hoeft niet te betalen voor de informatie. Direct kom achter dat. En wanneer ik zeg rechter, dames en heren, ik ken de Lord van Karma, oké? Okay? Het hoeft geen rechtszaak, oké? Okay? Voor sommige van jullie is een rechtszaak, sommige van jullie is niet. Sommige van jullie is gewoon de rechter, de Lord of Karma. Have recognized some sort of a false situatie that was created. En a steer mensen have je opgelicht heel veel geld en dit komt terug naar jou naartoe. Omdat ze recognize dat als zeer mensen heb je willen oplichten en heel veel geld jou opgelicht. En nou recognize de mensen wat was aan het spelen, de geld gaat terugkomen. Dus een zeer, zeer positief nieuw start voor heel veel van jullie. Dat is geboren 10 maart. Het is een zeer succesvol nieuw start. It is duality number 11, maar it is some sort of a network or some sort of a samenwerking met anderen. Dat ze probeer je even uit ander uit te halen, gaat niet lukken, omdat ze is nou van op de hoogte wat is gespeeld. Dus gefaciliteerd, ik wens jullie een zeer positief jaar. We gaan even bekijken de central van iedereen. Je wordt succesvol in dit jaar. Dus voor iedereen vanaf 8 tot en met 14 maart, je wordt succesvolly overkomen issues, problems that was created for allemaal van jullie. Ook voor de mensen dat is geboren 11 maart.
some sort of a help komt en geld komt ook terug from some sort of a rugzak or some sort of a conflict van mening. Geld komt terug omdat mensen is nou even te bekijken een contract en recognize that there was some sort of a oneerlijke situatie met een contract. And mensen recognize, nee, deze persoon gaat al het geld krijgen. En mensen recognize dat de contract was niet eerlijk en goed opgezet, dat soort of situatie. En sommige van jullie krijgen heel veel geld terug, omdat ze recognize dat een contract dat was opgezet een heel lange tijd geleden, was niet goed opgezet. Mensen nou recognize de fout. Dat was in een contract en ik zie heel veel informatie komen boven water. Ik hoef niet per se een contract, maar het heeft mee te maken met iets wat jullie hebben betaald. En mensen recognize dat toeval geld was uitgehaald zonder dat je weet of geld was daar niet in een nieuwe contract gezet. Ik ken en je koopt een huis, ik ken een uur dat je opgeeft, dat soort van situatie waar onverwacht geld komt in. Het kan ook je ouders is overlijden en some sort of a verzekering uitbetalen en dat soort van situatie. Dus iedereen dat is geboren 8 tot en met 14, some sort of a onverwacht geld komt in voor jullie in this year. Dus mensen dat is geboren 11 maart, je brengt geluk voor de rest van de mensen. En ik zie dat sommige van jullie dat geboren 11 maart kunnen onder de mensen dat is geboren 8 tot en met 14 maart ook helpen. Mensen, some sort of a network en samenwerk. Mensen dat zitten als jullie tegen te werken. You overcome this, okay? So there was a group of mensen that sit you taken to work, you overcome this and you come best well good out. You were successful over a group of vrienden that have you taken to work, taken to spel. You were zeer successful here over. Mensen is now van op de hoogte van de spelletje that deze group of mensen had samen opgezet some sort of a oneerlijk spelletje om even jou. En je bezitting te stelen. En mensen is nou van op de hoogte. Alles is nou in de bloot. Okay? Dus misschien is een bank of financial institution nou een dringende inzoek is gegaan naar deze bank institutie om te bekijken een contract en echt kijken waar geld dat moeten inleggen was niet ingelegd. En ze gaat even dat zien en de geld komt terug naar jou naartoe. Dus dat is goed. En zo bekijken de mensen. Jullie hebben de zon, dat is 19. En 19 is 10. 10 is nieuwe start. En nogmaals 10, 4 en 6 is 10. Jullie hebben 4, 6, 10, 2 keer. Dus nieuwe start, nieuw beginning, nieuwe pot. And you have the energy from the sun. And this is a karaktika energy. And it is in the central. Dus heel veel van jullie overcome issues. So it says issues, problemen, situatie, a chaos, word opgelost. Eindelijk. Okay? Dus verwacht nu tot je verjaardag in 2022 dat het gaat gelukken. Dan de energy van de world, dames en heren. De energy van de world kom op voor de mensen dat is geboren 12 maart. Now, 12 maart hebben jullie mee te maken met vrienden. Een cycle is over voor een kennis van jou. Dat is een steermark of stembok person. Misschien is je man, misschien is je vriend. Misschien is je vrouw, je partner. En de cycle is over voor deze persoon, omdat mens have no optical coma, some sort of an oneerlijk spelletje. A cycle is over voor een steermark of steenbok, man of vrouw. Voor heel veel van jullie, je loopt weg van deze persoon. Misschien het was een vriend of een kennis. Je loopt weg van deze persoon, omdat some sort of informatie komt uit.
Heel veel van jullie zit nu om na te denken. Je bent in een cycle waar de energie van de oog van Bach is in de omgekeerde. Dat betekent dat je wil een situatie verlaten. Maar het is zoiets als je zoekt de innerlijke kracht om de situatie te verlaten en op een nieuwe stad te gaan in je leven. Maar echt, je hebt echt nou een eind met een stiermaak of steenbok person. Je recognize, nee, deze person wil ik niet in mijn leven. Deze person, whatever the issue en de problemen is, ik laat deze person uit mijn leven. Deze person heeft mijn teken gewerkt. En je bent zo, het says here, tot hier en niet verder. Ik wil echt hier niet aan begonnen. Dus dat is goed. De meest krachtige ding is dat een cycle is over en een nieuwe cycle wordt begonnen. En sommige van jullie, iemand van de verleden, dat is een stiermaak of steenbok person, wil even terug bij je komen om even te connect. En je gaat de persoon even van een afstand houden, omdat je recognized, nee, je hebt mijn teken gewerkt in het verleden, je dacht dat ik was niet van op de hoogte. Toedeldoe, ik moet niks mee te maken met jou, oké? Okay? Dus is problem, issues, conflicts, chaos, mensen dat heb je teken gewerkt en wil weten proberen. So it says, ja, een lange tijd hebben wij niet gesproken. Jij kijkt, so it says, echt serieus? Weet je, dat soort van ding. Dus vanaf daar. Maar het is een goed, het is een heel goede jaar van weken door dat. Je bent van op de hoogte over dingen dat je was niet van op de hoogte. En je bent blij daarom dat de informatie komt even uit. En je bent nou van op de hoogte de oneerlijke spelletje dat was aan de gang. 21, 3, 6. Dus 21, 3, as you recognize, heel veel van jullie werken met de number 3, oké? Okay? Dus dat komt op in this year als een geluksnummer. Als is niet je geluksnummer, gebruik ik niet. Maar als is je geluksnummer, maar het heeft iets mee te maken met 3, 3, 3, oké? Okay? Dus recognize dat. Vrede komt in this year voor jullie, vrede. Vrede tussen u en een groep mensen dat heb je teken gewerken. En vrede is hier in this year. We gaan even kijken. De mensen dat is geboren. 13 maart. Nou, het is een moeilijke jaar, zeg maar zo. Het is een jaar dat je probeert some sort of a genezing to some sort of a problemen met vrienden en kennis in balance te brengen. Je draait je rug naar heel veel vrienden. Je blok communicatie met vrienden, omdat je recognize hoe vrienden heb je teken gespeeld. Je stond stevig in je schoenen en je wil een nieuw start gaan creëren. Gaat het best wel in de jaar 21 of begint het pas de jaar 22? Dat is het vraag. Maar meestal van jullie is nou van op de hoogte dat een kennis, een groep of vrienden, dat ik ben connected met, ik moet nou een eind hier naar gaan brengen. Dan wat zien wij is dat sommige van jullie dat was in een relatie met een wezenlijke persoon, je gaat de relatie behind ook. Je wil niet vooruit met deze persoon, voor whatever the reden is. Ik zie conflicts, misschien is je kind vader of moeder, waar daar is some sort of a conflict. Sommige van jullie man, als je gaat even voor kinderen, naar de rechter voor de kinderen, je gaat je kinderen niet krijgen, je gaat ze wel zien, maar ze gaat niet bij jou wonen, oké? Okay? Dus ik kan vanaf nu dat aan jullie mannen vertellen, maar voor de rest, het is best wel voor jullie mensen dat is geboren 13 maart. Het is best wel some sort of a moeilijkheden. Moeilijkheden dat komt binnen. Een emotional moeilijkheden, oké? Okay? Met de relatie, met vriendschap. Zeer emotional. En je moet voor jezelf, even voor jezelf opkomen, oké? Okay? Het is niet makkelijk. Probleem met kinderen. Problem met je huwelijk, problem relatie. Het is een jaar van emotional situatie dat heeft mee te maken met family en vrienden, oké? Okay?
connectie en dat soort dingen. Dus dat zien wij daar. Dan, we gaan even bekijken. Je hebt de energie van de ster. De ster is 8. 17, 1 en 7 is 8. Infinity. Dus je ziet vrienden, issues, emotional situation met vrienden en family. Ja, het komt van de verleden en je moet nu worden uitgewerkt in deze tijdlijn. En heel veel van jullie hebben financieel problemen. Waar sommige van jullie misschien moeten heel veel geld kan terugbetalen aan vrienden. Omdat je hebt geld geleend van vrienden. Dat soort situatie dat komt op je bord. Okay? Sommige van jullie willen een nieuwe start met vrienden. Het gaat niet lukken. Laat het even gaan. Een nieuwe start is hier. Als we bekijken de mensen dat is geboren. 14 maart. 14 maart. Een nieuwe start is hier. Sommige van jullie hebben gewoon beslissen. To create some sort of a new stability for jullie. And it heb je geluk. Gelukkig gebracht to the stone that in this year you krijg and some sort of a misschien you were sick, misschien you had issue met the rector, misschien you had issue met andere. Je loopt weg. Je loopt weg, je eind whatever the issue, the problem, the situatie. En je stapt terug en je gaat voor jezelf een nieuwe start creëren. Dus is zeer goed. Sommige van jullie recognize dat de vriendschap gaat niet lekker. En je denkt, toedeloe. Het is nu tot het moment gekomen waar het gaat niet goed. Ik ga het niet dringen. Ik laat het even zo gaan. Laat me los, oké? Dit is een jaar waar heel veel problemen, heel veel issues, problemen met vrienden en kennis. En het is zo, het zegt, ja, tot nu en niet verder. Het is goed, ik ga het even mijn leven beter gaan incorrect en ik even meer focussen op mezelf, om iets goed voor mezelf te doen, oké? En doordat je krijgt gewoon geluk, maar je krijgt ook financial stability. Omdat doordat je focust op jezelf en niet aan de telefoon met vrienden, kennis en even, dan bekijk je in een andere richting waar je recognize, hey, iedereen is bezig met zijn leven, ik ga ook bezig met mijn leven. Dus je creëert iets beter voor jezelf, okay? Dus minder van kennis en meer in jezelf. Je focussen op jezelf en je creëert stability voor jezelf. En dat is goed. Dus, dames en heren, het is best wel een krachtige jaar. Wat is zo goed is dat... sorry. En ik heb de corona niet. Ik praat heel snel. Het probleem is dat... issues, problems van in de verleden worden opgelost, oké? Okay? Het heeft mee te maken met geld, oké? Okay? Vrienden. Mensen die het teken uken collaboreren. Dat soort of a situatie dat wordt opgelost in dit jaar. Dus niet vergeten, dames en heren. Zeg maar dat je bent geboren 11 maart. De maand daarna is... April, okay? And in April, you have iets mee te maken met some sort of onelijk dingen met vrienden wordt gebalanceerd. April, May, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November, December. Okay, dus je kan de cycle, je moet laten zien dat je werkt met de frequentie en energie van mensen dat is geboren 8 maart. Tot en met 14 in this year, okay? Iedere jaar is je work a cycle met een groep van mensen. And what that doet is dat iedere issues dat come up, je verwerkt het ook mee, okay? Dus je verwerkt het in een ander tijdspan. Tijdspan is like an under maand, okay? Maar ik ken dat je verwerkt... the issue for mensen that is geboren op de 8 in mei. En ja, juni ga je echt
succes met iets krijgen, onverwacht geld, dat soort van situatie. Als je bent op zoek naar een nieuwe start, een nieuwe carrièrepad te gaan lopen, het is een goed jaar om dat om te doen. Als je bent op zoek naar voor jezelf te gaan werken, freelancer, is een goed jaar om je plan en alles in te zetten. Oké, dus het is een goede jaar met creativity. Kunstenaar is een goed jaar. Schrijftenaar is een heel goed positief jaar voor jullie. Dus dames en heren, wat we zien hier is dat daar waren heel veel jaloezie tegen sommige van jullie. Heel veel jaloezie tegen sommige van jullie. Heel veel jaloezie met een nieuw start. Dat sommige van jullie willen een nieuw start in de workfloor of voor jezelf. Dat was heel veel jaloezie dat naar je te komen. Maar het is nu over omdat ik zie dat mensen in de maak al staat stevig op zijn schoenen om sommige van jullie even te helpen een issue, een probleem uit te balanceren. En dat is goed. Vrede kom, waar some sort of an erfenis is now uitbetalen. Vrede kom, with a corporation institution, waar there was heel veel geld, dat gewoon wegloper of mensen recognize dat het geld was nood van een huis in een ander huis of van een financial institution in je account gekomen. Ze zit het nou om even te bekijken en recognize dat daar was some sort of a spelling en je krijgt het geld terug. Dus heel veel van jullie is in verschillende manieren dat geld gaat naar je toe komen, omdat geld dat was betaald of moet de transfer naar jou naartoe was nood op je rekening is gezien en mensen is nou van op de hoogte over dat. Dus dames en heren, ik moet best wel zeker, het is een zeer positief jaar. Geen negatieve situatie, is gewoon dat je kiest voor jezelf. Oké, en dat is goed, omdat als je voor jezelf kiest, dan recognize je, hey, eerst begint ik met mijn, voordat ik kan iets anders of iemand anders veranderen. Ik ga het even zeggen, namaste. Ik wens jullie een zeer krachtige jaar. Niet vergeten om te gaan luisteren naar de wekelijkse lezing. This is de lezing van de solar year. De solar year is dat je gaat van één jaar naar een ander. Je gaat van 2021 naar 2022. En daardoor heb je verschillende dingen wat te verwachten in deze maand dat komt op. Voor kinderen issues, problemen met kinderen wordt zo opgelost. So it says the universe gaat je zo helpen. Dames en heren, ik wens jullie een fijne jaar. Delen deze video. En ik ga even zeggen, laat je liefde schijnen. Bij thumbs up. Namaste, tot de volgende keer.